Ik vond het een heel goed initiatief. VFCS is een vakbond voor spelers. En die proberen dan spelers te boeden voor het zwarte gat. Dus ik vond het een heel goed initiatief. En ik vond het ook een heel leuk filmpje, heel leuk in elkaar gedraaid. Maar ik merkte zeg maar, wel de eerste paar keer dat ik het zag, vond ik het best confronterend. Omdat ik vanuit mijn eigen karakter het voelde in het begin toch best als falen. Zo van, ik had er meer uit kunnen halen en waarom stopt het nu al en ik ben 25, wat nu? Ja. Dus je werd dan toch een beetje met je neus op de feiten gedrukt. Maar ja, dat slijt op een gegeven moment wel. Ik had op een gegeven moment zoiets van, weet je, het is een situatie, we moeten nu verder. Maar ik heb er in het begin echt moeilijk mee gehad. Ja, want hoe ben je ermee omgegaan dan? Nou, het is meer, ik had nog wel opties om verder te voetballen. En dan praat je over Cyprus en dat soort landen. Mijn dochtertje was dus net geboren. En ik had zoiets van, weet je, wil ik nog wel naar het buitenland toe tegen een minime vergoeding? En wat als ik 30 ben en ik moet er helemaal opnieuw beginnen op de arbeidsmarkt? Dus dan ga je een knoop doorhakken van, ja, blijf ik jammeren en eigenlijk zo door blijven gaan? Of ga ik proberen om te draaien? En toen de knoop doorgaat, toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga er gewoon volle bak voor. Eerst een beetje werkervaring op doen en als het mee zit, toch studeren. En uiteindelijk, het is zwaar geweest, maar ik ben wel trots op wat ik... Ik ben vooral trots op het moment dat ik het besef had. Want nogmaals, ik zat met jongens in de kleedkamer die wat ouder zijn. En ik speelde op een gegeven moment echt onderkant tweede divisie, eerste divisie, tweede niveau. En er waren gewoon jongens die gewoon echt heilig van overtuigd waren dat zij nog het Nederlands elftal zouden halen. Die dan 2-3 jaar ouder waren. Ik was 25, 26 en het kan. Alleen de kans is 1 op miljoen. Zo'n Dirk Kuyten bijvoorbeeld. Zo. Ja, maar die heeft wel gewoon echt jarenlang op hoog niveau gespeeld. En ik had zoiets van, die kwaliteiten heb ik niet. Ik ga niet liegen tegen jezelf. Ja. Weet je, probeer het op een andere manier. Er zijn meerdere wegen naar Rome. En op dat moment, toen ik 17, 18 was, was mijn Rome was betaald voetbal. Alleen... Op een gegeven moment wordt je Rome wordt stabiliteit, een eigen huis, stabiliteit voor de kinderen. En hoe je het went of keert, dat bereik je alleen door stabiliteit te creëren. En dan heb je dus een baan nodig, je kinderen willen gaan studeren. Er zijn toch bepaalde dingen waarvan je zegt van, ik wil er ook gewoon zijn voor mijn kids. Mm-hmm. En dan moet je bepaalde dingen loslaten.